daar zijn we weer allemaal. Deze keer gaan we eens opnieuw aan de aandacht brengen de Alizé Puffy, of de Puffy Fine, of de Puffy Fur. In 2018 is Creatief met Haken daar al mee bezig gegaan, omdat Alizé het huismerk werd van Creatief met Haken. Toen was het Puffy garen, oftewel het lussen garen, hier in Nederland nog tamelijk onbekend. In de Balkanlanden om ons heen en in Amerika was dit al enorm populair. En we hebben er dus ook al een jubileumdeken van gemaakt, waarvan het patroon binnenkort in de release gaat. En iedereen die wat dus een eenpersoons, een grote tweepersoons of een Ligemo deken wil knopen met dit Puffy garen, daarvan staat later, over een aantal weken staat het patroon in onze webshop, inclusief de videotutorials, hoe je alle vlakken één voor één moet knopen. Goed, welke puffy soorten of lussen soorten, want de Action verkoopt op dit moment ook lussen garen. En je ziet in de Facebookgroepen allerlei vragen van wat moet ik nou met dat garen doen? Beetje vreemd, want je vraagt je af waarom koop je dan als je niet weet wat je ermee moet doen. Maar goed, dat is dan aan degene die wat het garen koopt. Met dit lussengaren kun je van alles doen. Het is dus de bedoeling dat je het knoopt met je vingers en niet op een breinaald gaat zetten, want daar is dit niet voor. Het is bedoeld om te vingerhaken, zoals je het noemt. Niet te vingerknopen, vingerbreien. Nee, het is om te haken. Met je vingers. Dus je knoopt eigenlijk al die lussen, die wat je hier ziet, die knoop je in elkaar en dan krijg je een bepaald motief of een vorm. Of je kunt er eigenlijk, je kunt het niet zo gek bedenken of je kunt het ermee maken. Goed, ik zal jullie nu de verschillende puffy soorten laten zien. Lussengaren laten zien. Er zijn er meer. Die komen straks in de volgende afleveringen komen die vanzelf aan bod. Maar voor nu laat ik jullie de meest gebruikelijke lussengaren zien die wat op dit moment in de omloop zijn. Goed, allereerst hebben we hier de Puffy Fine. Dat is dus een lussengaren zoals ik je zei. En zoals je kunt zien bestaat dat inderdaad allemaal uit verschillende lusjes. Dit zijn, leg deze even terug. Dit zijn ontzettend kleine lusjes. Daarom heet hij dus ook de Puffy Fine. En dat zijn kleine lusjes. Die leg ik hier even voor me neer. Dan kun je het zien. Dat zijn hele kleine, inimini lusjes. Nou ja, klein. Ze zijn toch een centimetertje of twee. En daarmee maak je dus ook wat je wil. Kussens, poppen. Dekens, je kunt het niet zo gek bedenken, jassen, truien, vesten, je kunt het er allemaal mee maken. Goed, dit is dus de Puffy Fine, dat zijn de kleine lusjes. Dan hebben we hier de gewone Puffy, een lussengaren. En dat kun je zien, dat zijn al grotere lussen ten opzichte van die wat hier liggen. Dat laat ik je dan aan de hand van een andere draadje zien. Ik leg ze allemaal even recht. En dan lijkt wel een Sinterklaasliedje. We zitten allemaal even recht. Ja. Dus je kunt nu zien wat ik bedoel. Ten opzichte van de grootte van de lusjes. Dit zijn grote lussen. Dan wordt je werk wat grover. Dan ziet het er wat grof gebreid uit. En dit zijn kleine lusjes. Goed. Dan heb je nog het vacht puffy. De puffy fur. En dat zijn ook lussen. Nou, ik hoor iedereen denken van, je hebt dit garen dus ook zo in, waar je dus mee moet haken. Maar iedereen weet dat het gewoon een hele grote opgave is, wil je hiermee kunnen haken. Of je moet een tweede draad erbij gebruiken, zodat je ziet waar je steken zitten. Want dit is onmogelijk om hier een fatsoenlijk werk van, ja, het werk wordt wat fatsoenlijk, maar je ergert je rot. Tenminste, ik erger me rot als ik hiermee moet haken. Dus wat heeft Puffy gedaan? Alizé gedaan? Ze hebben er ook lussen van gemaakt. Met gevolg dat je hier geweldig mee kunt knopen. En het enige wat je doet, dat is die gaten van die lussen opzoeken. En je maakt er een werkje van. En als je daar dus een vest of een trui... Een jas kun je ermee maken, je kunt er een deken, je kunt er een kus, wat je wil kun je ervan maken. Dus als ik dit nu zo hier allemaal even die lussen op mijn vinger, dan heb je dus een heel mooi
teddybeer effect en ik heb er al een beer mee gemaakt. Nou, het is gewoon geweldig. Het ziet er gewoon heel erg leuk uit en kinderen zijn er ontzettend blij mee als ze zulke fijne teddyberen krijgen. En het is ook nog gemakkelijk in de was te gooien. Dus dit zijn drie soorten lussen, garen, of die wat je bij Alizé en in onze webshop natuurlijk kunt krijgen. Dus dit is de gewone Puffy, dat zijn de grote lussen. Dit zijn kleine lusjes. Dit is de Puffy Fur, dus de bont lussengaren. En dan heb je natuurlijk nog het gekleurde lussengaren, waar ieder lusje een andere kleur heeft. En daar kun je ontzettend mooie badmatten mee maken. Ik heb er alleen gemaakt, daar staat al een video van online. Het is gewoon schitterend garen en topkwaliteit. Goed, laten we eens gaan kijken wat we met dit lussengaren kunnen doen. En ik ga jullie gewoon om te beginnen eens een aantal steken voor. Dit lussengaren is uiteraard niet voor ons, althans voor Creatief met Haken, is dit niet nieuw. Want we hebben er al diverse tutorials voor gemaakt, maar helaas alleen voor onze leden. En die weten dus precies wat ze met dit garen kunnen. En wat de mogelijkheden zijn qua patronen. En die zijn in feite oneindig. Van badmatten tot vloerkleden. Je kunt er alles mee maken. En het is dus de bedoeling dat we hier dus ook flink mee aan de gang gaan. Maar hoe ga je dit nu verwerken? Ik bedoel, je krijgt zo'n bol onder ogen. Al is die dan van de Action, het maakt niks uit. Het is en het blijft lussengaren. De Action verkoopt dus momenteel de bondversie. Daar kun je dus hele mooie vestjes voor kinderen van maken. Dat is nu met de komende winter voor de deur is dit best leuk om te doen. En je hebt het overigens ook zo klaar. Het schiet ontzettend op als je daarmee werkt. Maar wij gaan gewoon kijken van wat kunnen we gewoon met dit normale lussengaren. Nou, normaal gesproken als je dus een garen koopt heb je alleen maar een losse draad. Ik pak gewoon even deze. Of je pakt een andere draad hier. Dit is gewoon je garen zoals je het koopt. Een normaal garen. Dus wil je hier een lussel maken, dan moet je dus of een haaknaald pakken of een breinaald om een lus te creëren. Nou, beide heb je hier dus niet voor nodig, want de lussen zitten hier al in. Het enige wat je dus nodig hebt, dat is jezelf. Het meest eenvoudige om mee te beginnen is hiervan een ketting te haken, knopen. Als we beginnen met haken, dus haken voor beginners, het eerste wat je leert is een lussenketting. Dus ook hier kun je dus beginnen met een lussenketting. Hoe doen we dat? Nou, het garen zit dus aan je bol vast. Dus dit is het begin van je, dit is je werkhand, dit is de hand waarmee je het werkgaren mee vast hebt. Tenminste, bij mij is dat zo, bij linkshandigen is dat natuurlijk andersom. Je hebt hier je eerste lus. En het eerste wat je doet is dit tweede lusje. Dan kun je voorlangs knopen of achterlangs. We gaan nu eerst beginnen met een ketting te knopen. Dus met dit lusje ga je achterlangs. En je stopt het door de eerste. Kijk, en dan heb je in feite al een eerste ketting. Dan pak je de volgende lus aan je werkdraad en die gaat weer van achter naar voren door de lus. Kijk, de volgende lus van achter naar voren. Zie je? En dan krijg je een ketting. Nog een keer. Deze van achter naar voren. Gewoon door de lus heen. Net zo goed als dat je een haaknaald zou pakken. Dus nu stel voor, dit is je haak. Dan pak je normaal gesproken je garen. En dan haal je deze er zo doorheen. Maar dat hoef je nu niet. Want je doet het gewoon met je vingers. Zie je? Dit is dus de manier hoe je een ketting haakt. Nu heb je dus een ketting. De volgende opzet is
Precies zoals met haken, dat dit de eerste lus is op je haak. Dus dit is ook de eerste lus die wat eigenlijk beschikbaar is en hier in je werk zit. En dan zegt normaal een haakpatroon ook, begin in de tweede lus vanaf je haak, begin daarmee met haken. Het voordeel van puffy of van lussigaren is dat je altijd aan de voorkant werkt. Dus je, met haken moet je je werk keren. Dus dan kijk je, geef een ogenblik tegen de achterkant van je werk aan. Met lussigaren is dit niet. Je kijkt altijd tegen de voorkant van je werk aan en je werkt van rechts naar links en van links naar rechts. Dus je kijkt altijd tegen de voorkant van je werk aan. Goed, ik heb hier dus een ketting geknoopt. Dit is mijn eerste lus en ik wil dus nu mijn steken hier gaan maken, zeg maar. Hier zit er alleen. Dit is je werkdraad. Dus wat doe je nou? Dit is je lossen van je ketting. Je pakt die lus, die wat aan je werkdraad zit, de volgende, en die stop je er doorheen. Zo. Dit is al de tweede lus. Dan pak je de volgende op je werkdraad en die knoop je door de volgende lossen. Dit zijn er nu drie. Dit is de volgende lus op je werkdraad. Die gaat door de los, volgende lossen op je ketting. Dan hebben we hier weer een lus, de volgende van je werkdraad, de volgende lus op je losse ketting. Nou, waar is die nou? Hier. En dan hebben we de volgende. Hier hebben we weer een lus op je werkdraad. Dit is de volgende losse op je ketting. En je haalt hem door. De volgende lus op je lussigaren van je werkdraad. Die halen we door de volgende lossen op je werk. En dit is de laatste. Kijk. En nu is je eerste toer is in feite klaar. Laten we eens gaan kijken welke steken we nou kunnen maken. Je ziet nu de hele tijd dat ik van achter naar voren werk. Dit is normaal. We hebben nu onze ketting af. En we gaan nu in de volgende rij gaan we weer van achter naar voren knopen. En laat ik jullie zien welke steek dat is. Zo, we zijn nog steeds bezig met het lussengaren. Omdat iedereen toch niet weet wat ze met dat lussengaren nou in feite aan moeten. We zijn er al meer dan 2 jaar mee bezig. Maakt niks uit. We doen het gewoon nog een keer opnieuw voor jullie. Zodat iedereen weet wat ze met dit lussengaren kunnen doen. Het leuke ervan is dat je kunt er prachtige kabels mee maken. Je kunt er puffsteken mee maken. Of popcornsteken mee maken. Puffsteken, dat kan niet. Want dat zijn geen losse draden. Je kunt er bobbels mee maken. Je kunt er je kunt er de schitterendste steken mee maken. En het is gewoon heel mooi om te zien dat dat uit jouw eigen handen kan ontstaan. Ik heb me aangeleerd om mijn leerlingen hier in de studio aan de hand van breisteken de lussigharen te gebruiken. Dus in mijn patronen die wat ik geschreven heb, zul je ook altijd schema's zien aan de hand van de meest bekende breisteken. Zo leer je het snelste en je kunt dan ook de symbolen, want als je dit moet gaan uitschrijven, het is bijna een onmogelijke taak. Dus we hebben het aan de hand van schema's is dit gewoon het beste manier om daar patronen van te maken. Goed, we hebben dus nu al geleerd om een losse ketting op te zetten en onze eerste rij klaar te zetten met allemaal lussen in. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat je via die beschikbare lussen je werk maakt. En het leuke is, je hebt meteen je maat. Dus als jij nou bij jezelf denkt, ja maar hoeveel steken moet ik nu opzetten? Die vraag die zie je overal op Facebook langskomen. Dat maakt niks uit, want je maakt je lussenketting en je meet dat hoeveel centimeter dat het is. En dan weet je precies hoeveel je er nodig hebt. Goed. We gaan nu de eerste steek, die ga ik jullie voordoen. En die gaat van achter naar voren en dat is de breisteek.
niet draaien. We keren het werk niet. En we gaan meteen van deze kant van links weer terug naar rechts. Goed. Dit is dus je werk. Dit is je werkdraad. De volgende lus die wat beschikbaar is, knoop je van achter naar voren door de eerste lus op je werk. En dan krijg je een V. En dat is precies wat ik zeg. Je krijgt een tricotsteek zoals je hem breidt. Dat is de volgende lus. Dus deze heb je gehad. Dan heb je de volgende lus hier op je werkdraad. Die knoop je door de volgende lus op je werk. Dit is de volgende lus op je werk. Je kijkt naar de volgende lus op je werkdraad. Die knoop je van achter naar voren door je lus op je werk. De volgende lus op je werk. Je kijkt naar de volgende lus aan je werkdraad en je knoopt hem van achter naar voren door je werk. Nog een keer. Eerste lus, volgende lus op je werk. Volgende lus op je werkdraad. Die knoop je van achter naar voren en je trekt hem door. Volgende lus op je werk. Volgende lus op je werkdraad. Van achter naar voren. Volgende lus op je werk. Volgende lus op je werkdraad. Van achter naar voren. Dus de laatste lus. Volgende lus op je werkdraad. Van achter naar voren. En nu zie je wat ik bedoel. Even die wegleggen. Je ziet allemaal V'tjes. En je ziet dat dit een breisteek is. Kijk. Een tricotsteek. Allemaal V'tjes. Dus als je dit nu wil herhalen, dan leg je deze draad die kant op. Dan weet je dat je deze kant op moet werken. Dus je kunt hem gewoon in feite laten liggen op tafel. Maar ik haalde hem kort erbij voor jullie dit meer te laten zien. De eerste lus op je werk. De eerste lus op je werkdraad. Van achter naar voren. Volgende lus op je werk. Volgende lus aan je werkdraad. Van achter naar voren. Draad, werk, door de lus van achter naar voren. Je werkdraad, je werk, van achter naar voren. En je ziet hoe snel dat het gaat. Nou doe ik het natuurlijk nog rustig. Maar in feite, als je ziet, je hebt nu al een heel stuk gedaan, terwijl je nu pas 3 rijen hebt gemaakt. Maar je hebt wel al je breisteek. Je tricotsteek. Dus hoe snel heb je hier een vest van gemaakt? Goed, dit was dan de tricotsteek, zoals je kunt zien. Maar hoe kan ik nou een ribbelsteek maken? Dus bijvoorbeeld gewoon recht breien. Daar is een trucje voor. Kijk, want als ik hem nu omdraai, heb ik mijn ribbels. Dus in feite is dit precies hetzelfde als dat je breidt. Je haalt je draad nu naar voren. Dus ik moet nu weer de andere kant op, maar nu haal ik mijn draad aan de voorkant van mijn werk en niet aan de achterkant. Ik pak de eerste lus op mijn werkdraad. Dat is deze. En ik knoop hem nu van voren naar achter. Dus andersom. De volgende lus op je werkdraad. De volgende lus op je werk. Die knoop je van voor naar achter. De volgende lus op je werkdraad. De volgende lus op je werk. Knoop je van voor naar achter. De volgende op je werkdraad. De volgende op je werk. Van voor naar achter. De volgende op je werkdraad. Dan de volgende op je werk. Van voor naar achter. De volgende op je werkdraad. De volgende van je werk. Van voor naar achter. Je werkdraad, je werk, volgende lus van voor naar achter.
je werkdraad, je werk van voor naar achter. En dit was de laatste. Kijk, als ik ze nu nog allemaal even een rukje geef, dan zie je wat er gebeurd is. Ik heb nu in één keer de ribbel aan de voorkant zitten. En dus kan ik dus ook, zoals ze dat mooi zeggen, recht breien. Terwijl nu aan de achterkant zit het V'tje. Dus iedereen die wat kan breien, die ziet natuurlijk nu al diverse mogelijkheden. Door afwisselend een tricot of een rechte steek te maken. Dus ik herhaal het nu nog een keer. Ik laat de draad aan de voorkant. En ik ga nu weer van rechts naar links. Ik pak de volgende op mijn werkdraad. En ik knoop hem van voor naar achter. De volgende op mijn werk. Ik ga het van voor naar achter. De volgende op mijn werk gaat van voor naar achter. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat je geen lus van je draad of van je werk overslaat. Want dat geldt natuurlijk bij het haken en het breien precies hetzelfde. Dan krijg je dus een gat, want dan heb je zogenaamd een steek laten vallen. Van voor naar achter. Van voor naar achter. Kijk. Zie je? En dan krijg je dus ribbels. Dus in de patronen die ik hiervoor geschreven heb, daar vind je dus ook de symbolen terug die wat ik hiervoor gebruikt heb. En het zijn niet anders dan de symbolen die wat je normaal in je breiwerk gebruikt. Dus een blanke voor de tricotsteek en een ribbeltje voor de rechte steek. Natuurlijk kun je hier dus mee gaan variëren. En dat gaan we dus nu doen. Ik ga hem dus nu om en om doen, dus zeg maar een boordsteek maken. Dus dat wil zeggen, ik begin hier van achter naar voren. Dus krijg ik een V aan de voorkant. Wil ik hier een ribbel hebben, haal ik mijn draad naar de voorkant en ik druk hem van voor naar achter. Dan wil ik hier weer een tricotsteek, dus haal ik hem weer naar achter van voor. Deze, die pak ik van voren weer naar achter. Dan gaat mijn draad weer naar achter en werk ik weer van achter naar voren. Dan haal ik mijn draad weer naar voren. En dan gaat hij van voren naar achter. Dan weer van achter naar voren. En dan weer van voor naar achter. Ben ik er al? Nee. Ja. Kijk. En dan krijg je dus een soort van boordsteek. Om en om. Je hebt hier je tricotsteek en dan een ribbel. Dus je kunt er ook een gerstenkorrel mee maken, want dan verspring je het nu natuurlijk weer in de volgende rij. Dus je ziet, de breisteken die blijven hetzelfde. Tot de volgende keer!